Brokkophonden moet vooruitkomen. Het district heeft zoveel rijkdommen, maar dat zie je niet terug als je rondkijkt. Dit zegt de Orsine Walden, oprichter van de Stichting Duurzaam Ontwikkeling Binnenland, DOB. Gisteren vond de launch van de stichting plaats in de Kroetu-Osso van het district. Walden zegt dat er een begin gemaakt moest worden met de verdere ontwikkeling van het gebied. Ik heb gezien dat er heel veel initiatieven worden in elkaar gezet. Maar na enkele maanden of jaren, soms zelfs weken, dan bloedt alles dood. Ik heb de afgelopen tijden mijn tijd ingezet om marktonderzoek te doen. Te kijken wat de behoefte is samen met het traditioneel gezag. Samen met de DC, DC Mendelssohn. Samen met de Gawo Miku, de Gamuye. Dus de traditionele ondersteuners van de dorpen. En er is toen gebleken dat er behoefte is. En die behoefte is capaciteitsversterking. En wat betekent capaciteitsversterking? Wat hebben we nodig om vooruit te gaan? Onderwijs is best wel kotaking. Ik wil het woord niet slecht noemen, maar er is heel veel ruimte voor verbetering daarin binnen dit district. Walden zegt dat het onderwijssysteem in Suriname verbeterd moet worden. Bij de launch van de stichting heeft ze een oproep gedaan aan alle belanghebbenden om zich te bundelen om te werken aan de ontwikkeling in Brokkophonden. En ze heeft graag dat dit ook in andere districten gebeurt. We kunnen praten over bundeling, maar hoe starten we? En ik denk dat met de rechtspersoon DOP, dat we een start hebben gemaakt om kunst en cultuur participatie te bevorderen. Want als we kijken naar de jeugd hier, heel veel is er niet. Als we kijken naar ons immaterieel erfgoed, materieel erfgoed wat er ligt aan rijkdommen, want we praten wel over rijkdommen en iedereen denkt aan goud. Maar als we kijken naar immaterieel erfgoed, hebben we heel veel rijkdommen. En die moeten we, we need to preserve the, how you say that? We moeten dat conserveren en waarderen. En die waardering begint eigenlijk thuis, met de kinderen. En DOP zet ik zich ook in om zeg maar gezinnen te ondersteunen die het moeilijk hebben, waarvan de kinderen wel recht hebben op onderwijs. Orsine Walden, ze zegt dat het nodig is om de jongeren te helpen, omdat veel kinderen in het district Brokkophonden niet naar school kunnen gaan vanwege financiële problemen. Hierdoor wil DOB fondsen vergaren. Een ernstig zorgpunt van Walden is dat veel kinderen de goudvelden bezoeken in plaats van naar school te gaan. De gevolgen voor hun gezondheid zijn op lange termijn ook schadelijk.